Yo, Kees van hier op TV. Vandaag ben ik met een nieuwe aflevering van Rocket League Sunday. We gaan even kijken als wij deze keer weer lekker kunnen vlammen. En als we kunnen winnen. Ik heb natuurlijk geen flauw idee waar voor team ik kom. Maar schijnbaar kom ik in een redelijk goed team terecht. Voor in die 5 seconden wat ik heb kunnen zien. Dus we gaan kijken wat het gaat worden. Misschien is jullie opgevallen, ik heb een iets andere stem. Dat komt dat ik nu een microfoonarm gekocht heb. Ik heb mijn oude microfoonstandaard de deur uitgedaan. Dat is gewoon een hele simpele tripod. Die ik eigenlijk bij mijn microfoon geleverd kreeg. Die kostte toen niks extra's. Dus ik denk van, ja, waarom gebruik ik die gewoon niet? Maar de kwaliteit is redelijk veranderd. Wat ik zelf niet had verwacht trouwens. Ik dacht van, oh, ben ik gewoon van een rommel af op mijn bureau. Maar oké. Maar als we te zien hebben we een egotje in het team zitten. Erg handig. Allemaal weer. En wat ook erg handig is, is dat mijn taakbalk niet onder mijn scherm vandaan weggaat. Dus in een fullscreen game, wat staat er in de weg? Een taakbalk. Van Windows. Dat is echt altijd hetzelfde. Zo freaking annoying. Windows, fix die shit. Zelf niet zo 1, 2, 3 last van. Druk een keer onderaan de scherm druk. Oh ja, ik heb nog een keer super boost. Ja, jongen. Nee, dat is fijn. Oh, ik wil die enemies gewoon nu echt afslachten, jongen. Neem weer die super boost. Nee. Oh, zet ik mijn taakbalk aan de rechterkant van mijn scherm. Ook niet handig. Kan fixen. Oh, het is trouwens helemaal gefixt. Zet ik zo meteen wel weer een keer terug. I don't freaking care nu. Het probleem is voor een groot gedeelte opgelost. Oké. Ik heb in ieder geval weer een assist erbij. En ik sta gewoon laatst van mijn team. Hoe dan? Hoppa. Wrong side. Team, hey. Enemy, dat was ik. Jij krijgt die bal sowieso niet van mij. You have no choice. And no chance to cut the ball. To cut the ball? Wat? Of wat zei ik nou precies? Ik heb geen flauw idee. Het zal wel. Oké, ik kan niet echt zeggen dat die enemies echt heel goed zijn. Alleen jammer dat die weer in de weg stond. Nou, dan maar zo. De Rocket League Bingo heel vaak misgaat als zo'n bal geeft. Als zo'n bal maakt. Oh ja, er wordt weer gescoord. Met een ping over 9k. Oeh. Ik heb echt een flauw idee. Hoe doet die gozer dat? Kan iemand me dat even uitleggen? Ik heb ook al heel tijdje geen Rocket League eigenlijk meer echt gespeeld. Dus ik ben bezig met andere dingen. En ik was vergeten dat deze game natuurlijk wel lekte. Ook echt super duper ultra chill. Die lijkt nog steeds niet gefixt is. Oh, wat? Dat was bijna super duper goed. Echt een noob die weer een game speelt. Hoe raad je het? En hoe verzin je het? Oh, wacht, mijn spikes zijn afgelopen. Ah, wat een noob ben ik. Het is een paar potjes eens inkomen eigenlijk. Ooit weer een keer. Wat gaat die bal? Kan ik dit? Nee, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Teammate, waar rij je in de weg? Ik kan hem letterlijk kunnen blokken. Rijdt mijn teammate in de weg. Kijk dan. Ja, ik kan hem... Nope. Zo te zien dus. Niet. Oké. Okay. We staan nog voor, dus er is niks aan de hand. Er is toch helemaal niks aan de hand. Nothing on the hand right now. There is nothing on the hand. Wow. Lancering, jongen. Nog een lancering erbij. Hoe is het mogelijk, gek? Jongens, blok hem. Die weer helemaal aan het doen zijn, maar ik word aan alle kanten. Kan ik niks? Die Nick en Paul heb activeerd en mijn teammates rijden elkaar in de weg. Ik ga nog verliezen ook nog als het doorgaat.
mijn teammates gewoon niet snappen hoe Rocket League gespeeld moet worden. En wij hebben die manier van communicatie niet. Oh my god, mijn teammates beginnen te beunen. Oh my god, nee. Waar ik ook weer in het shit team terecht. Why? Ik heb ook geen schijn van kans met die teammates van mij. Puur dat twee van die ego's zijn die alles lekker zelf willen doen. Zie je? En hij had er niet in de weg moeten rijden, hij kon scoren. Kijk, en dan kunnen ze scoren en dan doen ze het niet. Ofwel, ik heb playmaker. Wow, 100 punten erbij, ik ben niet meer laatste. Kijk, dit zijn die goals die we moeten hebben. Van die hele smerige, goede goals, jongen. Holy shit. Come on. Faster, faster, faster. Come on. We moeten scoren. Ik wil meer punten. Wow, super boost. Welke slachtoffer van die super boosten? Oké, die teammate had weer een dikke eigen dunk. Oké, dat was erg zinvol. Dus dit is gewoon geen rumble op zijn best, dit. De hectiek is er niet. Het is gewoon meer aankloot, dit. Maar als je rumble op zijn best speelt, is het leuk. Ik heb van die potjes met Rumble gespeeld. Echt dacht van... Wow, dit is Rumble. Dit is waar Rumble voor bedacht is. En nu zie je dit. Hoppa, die wil ik hebben. Na, 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 na. Dit is ook een goal. Ze hebben zoveel van mij gejat. Jat ik een keer wat terug. Mooi schot. Dank je. Oh, nou ben ik echt salty, jongen. Was ik daar eventjes. Ik denk dat één frietje niet voldoende was om al mijn zout te lozen. En return. Wow, die tornado. Nou, dat was hem dan weer. De match. Laat een like achter, vergeet niet te abonneren. En tot de volgende keer. Doeg.